Nou, goedemorgen allemaal. Zo kwam ik echt uit bed vanochtend. Het is nu dag 3 en wij gaan vandaag naar Eindhoven. Dus superleuk. En ja, ik ga me zo meteen lekker opfrissen, make-up doen, aankleden en al. Dus ja, en ik ga me zo aankleden en opfrissen, zodat ik er wat beter uitzie. En dan gaan we zo ontbijten. En dan gaan we naar Eindhoven. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ja, ik heb niet zo'n hele lange spiegel. Dus dan maar even zo. Ik heb dat jurkje aan die ik gisteren heb gekocht. En ja, ik vind hem echt super leuk. En hieronder komen dan mijn Nike Jordans. En ik heb mijn jasje aangetrokken, want waarschijnlijk gaat het regenen vandaag. En het is dan beter als je even een jasje aan hebt natuurlijk. Ik heb mijn eerste muggenbult binnen hoor. Heb jij geen muggenbult, man? Nog niet. Ik niet. Jij niet? Nee. Nee, jij krijgt nooit muggen, hè? Echt, wij worden echt allemaal gestoken door muggen. Maar mijn broertje heeft echt nooit een muggenbult. Nooit. Ik ben te cool. Nee, wist je nog in Italië, man? Ja, we hadden echt een stuk of 60 muggenbult op onze benen en hij had niet één. Klopt. Niet één. Niet eentje. Grappig hoor. We zijn in Eindhoven. Ja, we zijn inderdaad wel eens geweest. En nou, we hebben de rit overleefd, want er waren echt heel veel vrachtwagens op de weg. En, nationale vrachtwagen. Ja, nationale vrachtwagendag leek het wel. Het was echt niet normaal. En we moesten ook nog eens een parkeerplaats vinden. Nou, dat was ook helemaal hectisch. Maar we zijn er, daar gaat het om. Dus we gaan nu lekker shoppen. Ik kom hier nu pas achter. Ik ben hier gewoon veel eerder geweest. Wanneer was dat? Ook alweer. Op vakantie. Ja, want hierachter heb ik allemaal hoesjes gekocht. Dat weet ik nog wel. Ik dacht, hé, dat ken ik. Maar ik ben voor de rest allemaal vergeten wat hier zit. Dus het zal mij benieuwen. Ze hebben een Dunkin' Donuts. En ik ben wel benieuwd naar die Charlie. Dat Charlie-ijs tegen doe. Zou ik het gewoon nemen straks? Ik kijk wel. We zijn in de Bijenkorf. Mijn moeders favoriete winkel. Toch? Kijk. Dat is het. Dit is wat ik bedoelde. Wat oh, ik voor mij heb gekregen. Ik heb deze. Ja. Deze blush die gebruik ik nu echt bijna altijd. Ik heb hem nu ook op, hè, man? Oh, wat goed. Kijk maar. Oh ja. Mooi. Heel mooi roze. Ja. Sublime blush. Ja, zelf, ik vind de Bijenkorf wel leuk om gewoon even te kijken en zo. Maar ik koop er eigenlijk bijna nooit wat. Omdat ik heb er vaak niet echt het geld voor. En het is gewoon heel duur. En ja, ik hou er niet van om te duur spullen te kopen. Ik hou er gewoon van om wat goedkope spulletjes te kopen. Weet je wel, af en toe wat duurs. Maar het is niet zo dat ik hier echt alles kan shoppen of zo. Maar mijn moeder vindt het altijd wel heel erg leuk om te kijken. En wat is dit? Een bronzer? Een bronzer, ja. Luminous Bronze Light. Maar deze is vrij licht. Kijk. Die film, wat leuk. Kijk, dit is een bronzer, maar die is vrij licht, zie je? Oh, maar ja, wel hele mooie glans. Ja, een bronzer die moet meestal wat donkerder zijn dan je huid, hè, of niet? Ja. Ja, ja, tenzij je natuurlijk hele lichte huid hebt. Ja, maar... Maar kijk, dit is dan... En deze die heeft wat meer kleur. Kijk, hier zie je het verschil een beetje tussen die twee. Oh ja. Dan is die eigenlijk beter, denk ik, hè? Ja, ik denk dat die wel beter is inderdaad. Ik denk dat die andere net te licht is. Ja, denk ik ook. We gaan nu naar de Kiehl's. Vind mijn moeder ook heel leuk. Kijk, en deze foundation die gebruik ik. Die heb ik nu ook op het moment. Ik heb deze van mijn moeder gekregen. Die gebruikte we nu hier. En meestal als we het niet meer gebruiken, dan krijg ik het. Maar ik vind deze foundation wel echt heel erg fijn. Ik ben zelf heel erg een fan van MAC Cosmetics. En daarvan heb ik ook, ik geloof, een van deze foundations. Maar het is wel heel erg duur zoals je ziet. Het is echt meteen, bam, 38 euro. Nou, ik heb dat er dus echt niet voor over. Om echt elke keer een foundation te kopen. Maar af en toe is het wel leuk. Ik vind deze heel erg mooi. Dit is een Dazzle Shadow. En dit is ook voor je oogschaduw en zo. Dat is dan net wat meer glitter. Ik denk dat ik deze ga halen. Ik heb hem gekocht hoor. Wat heb jij, mam? Ik heb een, ik kan het niet zien, maar het is van Kiehl's. Het zit dichtgeplakt, maar het is van Kiehl's. En een Ultra Facial Moisturizer met zonnefactor 30 en eentje zonder zonnefactor. Oh ja, leuk. We zijn nu bij de Laura Mercier. Hoe spreek je dat uit? Laura Mercier. Oh ja, nou.
Dus hoe dan ook, gewoon make-up. Nou, ik ga nu zelf naar de H&M. Mijn moeder wil niet mee, helaas. Want ja, zij heeft zoiets van, ja, de H&M heb je ook gewoon waar je zelf woont. Maar ik heb zoiets van, elke H&M is anders. Dat is echt zo. Nou, ik werd net weer herkend. Zo'n meisje zag me en het was meteen van, oh, ben jij Robine? Dus ik zeg ja. Dus dan mag ik met je op de foto. Ik zeg natuurlijk. Dus wij die foto maken. En nou, dan ga ik weer verder uit shoppen. We gaan nu even een slokje drinken. Wat heb jij? Het appelsap. Het appelsap? Oh, dat was appelsap. Heb het nu op! Ik had een beetje dorst. Heb het nu op! Ja. Je had hem net 3 seconden geleden nog vol. Ja. Jeetje. Ik had een beetje dorst. Je had een beetje dorst. Een heel klein beetje, ja. Ja. Wat heb jij gekocht? Spul. Heb je spul gekocht? Ja. Oké, nou leuk. Oh, was dat nou een druppel? Nou ja. Ik kom dus net de Zara uit. Ik heb daar niks gekocht, want echt man, wat vind ik dat een overrated winkel, zeg. Zeg maar, ik kom daar binnen en ik denk, misschien vind ik wat leuks, weet je wel. Want mensen die komen blijkbaar vaak naar de Zara. Maar nee hoor, ik vond helemaal niks. En echt een mega lange rij, hoor. Mega lange rij, niet eens bij de kassa, maar gewoon bij de kleedkamers. Maar ik snap dat nooit. Hè. Er zijn een stuk of 6 kassa's, maar ik heb ze nog nooit allemaal open gezien. Er staan altijd 1 of 2 kassa's, meestal 1. En dan staat er een hele lange rij. Ja, maar dan denk ik van, doe gewoon al die kassa's open. Weet je, ik snap dat nooit. Oh, volgens mij begint het te regenen, jeetje. En ik ben net in de Stradivarius geweest. Ook een mega lange rij. En wat een beesten lopen daar, joh. Echt al die kleding nog overhoop en allemaal dat soort dingen. Echt, ik heb een medelijden voor mensen die dat allemaal moeten gaan opruimen zometeen. En ik werd herkend in de rij. Er waren 2 meisjes voor me. En ik zag zo'n beetje naar me kijken en lachen, weet je wel. Op een gegeven moment ze opent TikTok. Om te kijken of ik het ben natuurlijk. En toen was ze afgerekend. Gingen ze nog even om de hoek wachten, dat zag ik. En ik liep naar buiten, ik had afgerekend. En ze zegt, ja, mag ik met je op de foto? Ik zeg, ja hoor, tuurlijk. Ik blijf dat echt prachtig vinden. Ik vind het echt geweldig. Dus ja, ik ga nu weer verder. Ik weet niet waar mijn moeder is. Ik denk weer ergens in een make-up winkel of zo. Mijn vader en mijn broertje zijn, ja, die zijn niet echt van het shoppen en zo. Dus ik weet niet waar die zijn. Oh, het begint echt te regenen nu. Jeetje. Oh, staat er weer zo'n groepje van veganisten. Die staan hier om mensen ervan te overtuigen om vegan te worden. Nou, maar dan staan ze met zo'n bord, weet je wel. En helemaal lopen schreeuwen, weet je. Daar kan ik niet tegen. Weet je, prima als je vegan bent of vegetarisch, maar je hoeft andere mensen ook niet ervan te overtuigen of het door hun strot te duwen dat ze ook vegan moeten worden. Want uiteindelijk is ieder zijn eigen keuze, weet je, daar kan ik dan weer niet tegen, snap je? Ik ben mijn ouders weer kwijt. Echt, hoe vaak, oh wacht, volgens mij weet ik al waar ze zijn. Want ze stonden bij de Levi's, of Levi's, hoe je het ook uitspreekt. En daar staan ze volgens mij. We zijn nu hier, dit is meer het overdekte gedeelte, je hebt hier zelfs een Douglas. En ik weet niet wat dit is. Volgens mij is dat een beetje net zoals waar ik wel eens naartoe ga. Net zoals Wonder. Zo'n idee heb ik. Ik weet het eigenlijk niet. En we zijn nu chocolade kopen bij Leonidas. En ik heb een octopus gekocht. Een hele grote. Ja, ik zag hem liggen bij de markt. En ik dacht, die moet ik gewoon hebben. Ik heb er al eentje, maar ik wil er nog één. Gewoon een grotere. Dus ja, ik heb die gekocht. Het was 15 euro bij een marktje. Dus ja. Oh mijn god, die heeft een Mickey knuffel. En een Winnie de Poe. Ik moet ophouden. Oh mijn god, jeugdherinneringen. Dit zijn van die likkoekjes volgens mij. Ik had vooral die roze, die vond ik echt heel lekker. Ja, we waren net bij die andere winkel, maar het duurde een beetje te lang. Er was altijd zo'n vrouw van elke winkel. Nee, wat zit daarin? En wat zit daarin? Wat zit daarin? Echt heel vervelend. Dus we dachten, we gaan gewoon ergens anders heen, want ja, het is al inmiddels 4 uur. En we moeten ook nog eten. En zo verliezen we alleen maar tijd. Dus vandaar dat we nu hier zijn. Ik ga nu hier naar binnen. Ik ben heel benieuwd wat het is. Ik dacht eerst dat je moest betalen, maar het is gewoon gratis, dus... Hi! Nou, dit is de eerste kamer. Superleuk. Ik ga je natuurlijk wel een foto maken. Wat is dit dan? Zijn dit kippenpoten of zo? Want hier hangt het ook. Ik heb echt geen idee wat het is. Ik denk gewoon kippenpoten. Of ja, ik heb geen idee wat het anders moet voorstellen. Oh, wat leuk! Allemaal smileys hier zo. Wat is dit, een soort van skippybal? Ja, hier moet ik ook even een foto maken hoor. En dit is de volgende kamer. En dan moet je hier een selfie nemen. Nou, uiteraard ga ik dat ook doen. We zitten nu in de auto. En het was heel leuk. We hebben heel wat winkels gezien. Mijn moeder kijkt weer naar me. En we gaan nu onderweg naar het restaurant Nu. Dat zit, waar zit het, mam? Eersel.
Eersel. Eersel. En daar is het heel lekker eten. Het is heel lekker. En toen ik wat jonger was, ben ik daar ook best wel vaak geweest. Nou ja, best vaak. Geen idee. Maar als we in de buurt waren, gingen we daar eten. Ja, als we in de buurt waren, gingen we daar altijd eten. Dus ik heb er wel zin in om daar weer te gaan eten. Het is echt al heel lang geleden dat we daar zijn geweest, hè? Ja. Echt heel lang geleden. Jaren terug, ja. Ja, ik was 13 of 14 of zo. Volgens mij bijna 14. Dat we daar voor de laatste keer hadden gegeten. Ja, klopt, ja. Dat weet ik nog wel. Nog een foto van. Ja, volgens mij gingen we ook die dag toen naar Eindhoven en ook meteen naar nu. Oh ja, dat zou best dus kunnen. Volgens mij wel, want het was dezelfde vakantie. Oké, ja, dat zou best kunnen. Ja, dat zou best kunnen. Ik ben ook echt benieuwd of ze nog die kelder hebben. Die speelkelder? Ja, denk het wel, maar misschien dat ze ander speelgoed daar neer hebben of zo. Want het is natuurlijk allemaal oud. Nou ja. We zien het wel. Ik vrees dat we in een soort van file staan nu op het moment. Kijk. Als je goed kijkt, zie je daar ook allemaal vrachtwagens. Echt, het is vandaag een nationale vrachtwagendag of zo. Ik weet het niet. Ja, er is een ongeluk verderop gebeurd. Oh, ik dacht dat het heeft met die vrachtwagens te maken of zo. Oh, daar heb ik niks gezegd, sorry. Nee, dus er is een ongeluk gebeurd. Heel heftig natuurlijk. Nou, er is eindelijk wat meer beweging in gekomen. Hoe lang heeft het geduurd ongeveer, man? 50 uur. 50 uur. Nee, dat dan ook weer niet, maar het duurde wel heel erg lang inderdaad. Sorry, 60. 60 uur. Het duurde even, maar we zijn gearriveerd. Want hoe lang hebben we nou in die file gestaan? Ja, ik denk een half uurtje of zo. Half uurtje? Een half uurtje, denk ik. Ja. Nou ja, uiteindelijk, gelukkig was het dichtbij, dus het is... Ja, precies. Nou, we gaan nu lekker eten. Jij wordt ook herkend, hè? Ja, klopt. Maar van die stukjes of zo, toch? Van dat je schrijft. Nou, ik had hier ooit een recensie voor geschreven, inderdaad. Oh, daarom. Ik dacht omdat je gewoon heel veel schrijft. Weet ik. En dan, ik denk van stukjes op Facebook of zo, denk ik. Ja, je bent een Facebooker, wel bekende Facebooker. Uiteraard hebben wij weer een carpaccio genomen. En mijn broertje die heeft zijn nachos hier. Ik ben voor de gein even naar de kelder gegaan, waar ik vroeger al wat speelde. En het is heel erg veranderd. Toen ik hier speelde, ik was een jaar of 9 of zo. Toen had je echt allemaal spelletjes en zo. Je had ook zo'n... ik weet niet meer hoe dat heet. Het is heel erg ouderwets. Niemand gebruikt het meer. Maar daar kon je ook af en toe op spelen. En het is nu een beetje dit. Het is een soort van jungle klimpark of zo, geen idee. En hier ook een beetje een klimpark. Ja, ik film een beetje voorzichtig, want het zijn kinderen hier en die wil ik niet zomaar filmen. Maar ik had net ook een heel gesprek met allemaal kinderen die hier waren. Die zijn nu naar boven. Ze waren een jaar of 7 of zo. Maar ik kreeg allemaal complimenten. Ze zeiden helemaal van, ja, ik vind jou echt mooi. Je jurk is mooi, je schoenen zijn mooi, je eyeliner is mooi, je telefoonhoesje is mooi. Dus dat is wel schattig. Dus, het ziet er echt heel anders uit dan dat ik me kan heugen. Maar ja, kijk, je hebt ook allemaal trein dingen en zo. Kijk, hier ook zo'n krukje, vol speelgoed. Ik heb lekker weer een hamburger met patat. Mijn moeder heeft ook een hamburger met patat, maar dan de vegetarische burger. Mijn broertje heeft patat met frikadellen. Zo waar. Ja, zo waar. Hè? En mijn vader die heeft... Wat is het? Een dode koe. Een dode... Nee, wat is het? Een heel gezond. Oh. Oh ja, dat is wel bij de shop. Oh, nou. Ik weet niet of dat heel gezond is. Lekker. Nee. Wat heb je nou, pap? Korte benen? Short ribs. Oh. Ik zeg net tegen mijn broertje, we gaan zo meteen een dessert eten. Zegt hij, ja, we gaan een woestijn eten. Voor de mensen die het niet snappen. Dessert, dat is Engels voor woestijn. Toch? Dessert. 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 Oh ja. Zegt hij, we gaan een woestijn eten. Ik ben je echt zat soms, hè? Ja, maar hoe kom je er ook op? Hoe kom je erop? Wat gaat er in je hoofd om? Niks. Er gaat niks om in zijn hoofd. Lucht. Toch? Maar wel een bonnendesert. Ja, maar dat zijn echt van die dingen. Daar komt hij dan ineens mee. Dan denk ik, hoe kom je hierop? Wat gaat er om in je hoofd? Ja, echt. Het gaat wel om, denk ik. Nou, ik denk juist
Ja, ik zeg altijd als ik het vraag, dan zegt hij altijd lucht. Het gaat er in je hoofd om, lucht. Ik heb lekker als nagerecht een dame blanche. Mijn moeder heeft een cheesecake. En mijn vader heeft gewoon een koffie. En mijn broertje die krijgt ook een dame blanche. Maar hij moet nog even wachten. Weer als laatste. Weer als laatste. Oh, daar komt hij net aan. Ja, ik had hem nog één gevonden. Nou, we zijn weer terug. En ik zal even heel snel laten zien wat ik allemaal heb gekocht in Eindhoven. Ik ben namelijk heel erg moe. En ik ga zo meteen ook lekker douchen, want ik heb echt heel vet haar. Maar goed, wat ik als eerste had gekocht, dat zit hierin. Ik heb die Dazzle Shadow gekocht. En ik heb hem volgens mij al laten zien, dus dat hoeft niet meer. Ik ga hem er ook niet uitpakken nog. Maar ik ben er echt super blij mee. Het is echt heel handig als je bijvoorbeeld echt een hele mooie glam look wil maken. Dan komt die Dazzle Shadow heel goed van pas. Toen ging ik naar de H&M. En dan heb ik onder andere deze broek gekocht. Ik zal hem even laten zien hier. Deze broek. En hij was €19,99. En ja, ik ben er super blij mee. En daarbij heb ik ook een t-shirtje gekocht. Dat is deze. Met een leuk hartje. Het is van... Het is een samenwerking met Blackpink. Ik heb eigenlijk geen idee wat het is eerlijk gezegd. Deze was €9,99. In de maat M heb ik hem gekocht. Dus ja, ik vond het super leuk. En het hing ook zeg maar bij elkaar als een soort van outfit. Ik denk het staat wel leuk, dus ik ga het gewoon beide kopen. Dan gaan we over naar de Stradivarius tas. Nou, echt de Stradivarius was een hel. Want echt, het was zo'n lange rij. Het was niet te doen. Even kijken. Bij de Stradivarius heb ik dit topje gekocht. En deze heb ik in een maat M. En deze was €12,99. Ik vind hem super leuk. En ook deze hing bij een outfit. Namelijk bij deze broek. En ik denk het is ook weer wat anders. Weet je, ik heb normaal gesproken alleen maar zwarte of blauwe broeken. Maar nu denk ik, ik koop gewoon eens een beetje een beige kleur. En deze was in de maat 38 en deze was €25,99. Nou, ik vind het super leuk. En het is ook heel leuk als outfit. Toen kwam ik een markt tegen en... Sorry, ik moest dit hebben. Ik heb hier ook een kleine versie van, weet je wel, die gele en die rode. Maar ik moest deze ook gewoon hebben. Ik vond hem zo leuk. Kijk, je kan hem ook gewoon op je hoofd zetten. Hoe leuk is dat? Nou, ik vind het prachtig. Ik ga het gewoon op mijn hoofd laten ook. En, dit is van de Bershka. En dit is een body. Kijk. Oh. Kijk, het is dit. Dus het lijkt op een soort van badpak, maar dit doe je eigenlijk gewoon eerst aan. En dan doe je een broek eroverheen. En dan heb je gewoon een soort van popje. Ja, ik vind het super leuk. Vooral als het wat warmer is en zo. En volgens mij was dat het. Ja, dat was het zo'n beetje. Nou, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze vlog. Laat vooral een like achter en abonneer ook eventjes. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. En morgen gaan wij waarschijnlijk gewoon op het park blijven. Waarschijnlijk ga ik zwemmen in het meer of in het zwembad. Geen idee nog, maar dat zien we dan wel. Dus ik zie jullie morgen. Doeg! Oh, doeg!